Wat slaat dit allemaal op? Goedenavond. Dennis. Te vroeg, je hebt er echt zin in, hè? Nou, hier heb ik alles voor over natuurlijk, ja. Voor die radio, Rick. Ja, natuurlijk. Jij hebt tegen mij gezegd dat jij het mogelijk kan maken. Dus ja, dan moet ik meedoen, hè? De eerste dag in de campagne. Ja. Ja, dan moeten we gewoon natuurlijk beginnen met het belangrijkste. Je wint de radioring als je online gehoord bent. Ja, maar dat ben ik niet. Nee, zo krom zijn de regels is wel. Dus daar gaan we weer beginnen, dat je ook een soort van influencer bent. En daarom hebben we direct een gehoordheid gebeld. Oh. Monica Geuze. Echt waar? Wil niks met jou te maken. Oh. Niet, waarom niet dan? Lars Veldwijk, meerdere keren belachelijk gemaakt. Ja, maar niet door mij, door Johan. Jij zit er dan bij te geven. Oh, dat is mijn schuld. Ja, dat is waar. Dus, wat zeg jij als ik zeg Sophie Milsink? Geen idee. Oh. Hallo. Hallo, schat, kom erin. Hallo. Hallo. Hey. Je kent hem toch helemaal niet, of wel? Nog nooit gezien, nee. Nou, maar krijgt Wilfred dan geen kus? Jawel, kom hier, hup. Nou, dankjewel. Ja, ze is toch hartstikke jong inderdaad. Ik ben een beetje aan het verhuizen, dus ik heb zeg maar alle shit daar zo achter de bank geschoven. Oh, dat moet je even laten zien. Kijk, hier ligt alle shit achter de bank. Laat maar zien, hè? Ja. Kijk, dat is dan een beetje de achterkant van die influencers, Wilfred. Ja. Die maken het leven. En dan heb je je vriend verstopt in de slaapkamer of zo. Laat hem er even bij. Ja, zullen we kijken of je zijn vriend in de slaapkamer. Ja, dat moet haast wel, toch, of niet? Niet verstopt in. Maar nog een kleine side note. Hier ligt dus ook allemaal shit die we zelf opzetten. Zit hij hier? Ja. Ja, hij zit gewoon in de slaapkamer, zie je wel. Je bent weggestopt. Hallo. Ja, hallo. En de rest van de shit die ook... Maar de rest van de rommel, hoor. Ja. Ontrafelen we nu geen groot geheim met hem nee, op dat? Hoor. Ik ben wel trots op hem. Je mag hem wel zien. Maar goed, dat wat het dit, hoor. Lekker, maar drinken? Ja, ik wil... Beetje water is goed. Oh, ook, ja, sorry. Ook allemaal troep. Er is ook allemaal shit hier. Je wil graag door het hele huis. Nee, ik vind het wel interessant altijd, dit soort dingen, ja. Ja, toch? Bij hem thuis mag nooit iemand binnenkomen, is die keer bij een ander. Maar wij zijn hier eigenlijk met een missie. Althans, Wilfred heeft een missie. Ja. En die missie is eigenlijk, die begint heel groot. En dan is dit een onderdeel van, Wilfred wil heel graag de radioring winnen. Ja. Die vorig jaar verloren van Bram Krikke. Ja. Ja, je moet het ook. Want het gaat erom, als je de radioring wil winnen, gaat het niet om radio maken, maar om groot zijn online. Het gaat eigenlijk tegenwoordig alles behalve om waar je daadwerkelijk goed in bent, als je maar een presence hebt online inderdaad. Eigenlijk wel raar als je erover nadenkt. Ja, best wel. Maar alsnog ben je hier. Nou ja, kijk, vorig jaar was best pijnlijk. Kijk, gelukkig heb ik er ook eentje verloren van Edwin Evers. Die won de radioring zelf. Die heeft ook geen online presence, dus nee. Maar we hebben het idee dat daar... Mag ik dat hardop zeggen? Of heb ik dan ben ik gelijk weer kansloos natuurlijk als ik dat ga zeggen? Ga je weer doorgestoken kaart zeggen? Je valt kennelijk op iets oudere mannen. Zal Wilfred concurrentie kunnen zijn? Nou, 52 wordt lastig. Als we hem daar in de slaapkamer laten zitten, hebben we de zoon erover. Regel ik dit voor jou of niet? Hé, maar Sophie... Zeg het eens. Want ik heb net wat foto's van jou gezien online, of tenminste Instagram is dat. Wat ik heb daar wel iets meer aan, hè? Ja. Dat is wat je wil zeggen, of niet? Nou ja, dat was waar we later op komen. Wat is dan bijvoorbeeld een posting waar je zelf wel heel erg trots op bent? Nou, eigenlijk post ik alleen maar dingen om te vertellen dat we iets met een uitzending gaan doen of zo. En kijk, zoals dit zijn allemaal nieuwe podcasts. Oh, ik moet die van Anita Witsiele erop zetten. Nee, dat moet je gewoon niet doen. Daar is juist, weet je, met alle respect, de meeste mensen op Instagram zitten niet op Anita Witsier te wachten. Ze zitten op jou te wachten, maar precies. Ze zitten te wachten op wat jij doet als je niet op televisie bent. Ja. Maar die dan ook... En ook je haar goed zie ik, dat is ook belangrijk. Ja, ja dat is heel belangrijk. Ja, hè? Dennis? Ja, dat moet nog even groeien. Komt weer door een boemang, ja? Moet je bewegen. Oh, moet ik bewegen? Wat slaat dit allemaal op? Ja, je wil die radioring winnen, toch? Ja, maar dit gaat wel ver. Moet je dit soort belachelijke dingen doen? En die Bram, die heeft daar dus heel veel mensen die hem volgen. En daardoor heb je ook heel veel mensen die jou volgen. Ja. Als je zo dus doet. Nou, en ik post ook wel... dat is misschien ook een tip. Misschien moet je iets meer bloot erop gooien. Dat werkt bij mij altijd wel goed. Ja, maar bij mannen werkt dat toch niet? Ik weet het niet. Heb je die bij Baudin, de zwembadrand? Ja, dat is waar. Ja. Dat was meer om te shockeren. Maar we hebben nu een foto gemaakt, en nu? Hoe ga je de content bijzetten of zo? Op weg naar de radioring. Kun je het beter met vrachttanken doen, denk ik. Ja, dat is nu toch een zekerheid. Niet de allerbeste tips uit mijn sok te halen, dan wordt er aan mij getwijfeld. Nee, maar ik bedoel... Het twijfelt aan zichzelf. Nou, als je dit jaar weer niet... Nee, ben ik er volgend klaar jaar echt niet meer langs te komen, hoor, voor tips. Dan ben ik er klaar. Maar dan moet jij ook jouw naam erbij zetten en zo, toch? Of hoeft dat ja. niet? Ja, je kunt ook mensen taggen. Taggen, wat is dat dan? Ja, dat doet ze nu. Het is eigenlijk een beetje net als op Facebook, maar dan iets meer... Maar ik heb nooit op Facebook gezeten. Mijn hele leven niet. Ik werd altijd gezegd, dat is voor oude mensen, Facebook. Ja, dit is misschien voor hele jongeren. Dit wordt een groot succes, dat heb ik nou al door. Jawel, dat komt helemaal goed. Goed, ga even goed staan. Ja. Oh, je gaat het echt, ja? Ja, die moet je nou ook wel posten. Dat is zo een beetje, wat ik weet. Ja, geef hem eens een tip, hoe moet hij staan?
Ja, dit is goed hoor. Dit is mannelijk, maar niet te. Ja, nee hoor, dit is perfect. Dit gaat helemaal nergens over, jongens. Nee, gaat nergens over, maar hij doet dat niet ik. Ja? Mogen we het ook even zien? Ja, maar we zijn nog niet... We zijn nog niet... Kijk, want dat is het ook. Een echte influencer keurt ze eerst 8 keer. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Een echte influencer maakt er zeker... Nog eentje. Nog eentje. Er zit er altijd wel iets tussen. Je kan er ook nog geld mee verdienen. Ja, niet dat ik er geld mee wil verdienen. Maar jij verdient je geld ermee dus. Moet wat, hè? Om de huur te betalen. Nee, maar dat is echt zo. Ja, nee, het is wel echt mijn werk, ja. En waar praat je over dan? Ja, ik maak YouTube-filmpjes en dan praat ik echt over van alles en nog wat, maar vooral eigenlijk over niks. Maar dat levert 1000 euro's op, dat soort dingen. Wilfred heeft zelf dan een contract van 7 ton. Kom je daarbij in de buurt? Nou, nee hoor. Niet helemaal. Dat staat zelf in het nieuws. Is dat zo? Ja. Oké. Gunnen we je dan ook? Ja, we gunnen het je wel. Ja, gun het je wel. Als ik 7 ton zou verdienen, zou ik me echt niet druk maken om die radioring, maar het is blijkbaar nooit genoeg. Nee, maar het gaat erom. Nee, maar wacht maar eens even. Het gaat toch alleen om de dingen die je leuk vindt. Dus radio maken is het leukste wat er is. 7 ton lijkt me echt ook heel leuk. Dat is misschien ook wel leuk. Bedankt. Ja, top. Geef je hand schudden. Ja, succes, hè? Tuurlijk. Doet de huidige generatie nog 3 zoenen of niet? Nee, één. Nee, hè? Dat dacht ik al. Ik zag je schrikken. Oh, ik zag je schrikken, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan drink ik meteen even. Oh nee, hij is oud. Shit, hoor. Ja. Oeh. Ja, ik zou zeggen, gooi nog even naar de mensen dat ze moeten stemmen. Dan gaat het allemaal met al om. Ah, nu wordt het weer gênant, hè? Ja. Radioring.nl. Hè? Stemmen. Voor de mensen van Veronica Inside. Niels, Rick, Celine. En ik zei de gek. En voordat ik weer ruzie krijg op het werk, word lid van... Pont! Oh ja, dat moest ik ook nog regelen, als het zou lukken. Ja. We hebben inmiddels ook al bedacht dat er ook nog een heel groot karaokefeest bij gaat komen. Voor alle mensen die op ons gestemd hebben, als het gaat lukken. Dus nou, dat moet mocht lukken. Je stemmen, groot karaokefeest, hè. Onderbroeken erbij. Dat is weer wat anders. En dan zien we elkaar heel snel in het bejaardenhuis. Ja. Bejaardenhuis? Ja. Ah, verrassing, ik zeg niks. Tot dan. Oké. Nou, tot ziens. Ciao.